Zo, de dame op 10 meter begint te vertellen dat zij er is. Dat betekent dat de ronde aanvang gaat vangen. Met te zeggen, dit is papa India 4, Victor de Golf. Zoom, Vereniging Station, VFZA, afdeling het gooien. Regio 15, afdeling 27. En we gaan de ronde doen van 22 november 2015. Dat doen we met het gedeelte nieuwsgade en natuurlijk daarna het inmelden. En ja, misschien wel een leuk onderwerp. Je weet maar nooit wat er allemaal ter onder komt. Dit is P4 VGZ. Dan gaan we als eerste gaan we lekker even beginnen met de agenda voor aankomende week. En aankomende dinsdagavond, ja ja, dan is het eindelijk zover. Dan is de jaarlijkse verkoping bij SRE. Dinsdagavond 24 november houdt de Veron afdeling het gooi weer de jaarlijkse verkoping. De verkoping begint om 8:30. Spullen kunnen worden ingebracht tot 1/2 uur voor de verkoping. En van de verkochte goederen is 10% voor de clubkas. Bij goederen die aan de club geschonken worden, is natuurlijk 100% de inkomsten voor de clubkas. Dus aankomende dinsdagavond, onder leiding van PI7M, gaan wij eindelijk de jaarlijkse verkoping krijgen van de afdeling het gooi. En dat doen wij op de Franciscusweg 26 in Hilversum. En u heeft al gehoord, om 8:30 begint dat. Dan komen we aan een open dag zend- en luisteramateurs Noord-Oost-Veluwe. Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert Veron afdeling Noord-Oost-Veluwe maandag 28 december, ik vind het een hele rare, voor het 6e jaar haar traditionele open dag. Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerde kennis te laten maken met de radiohobby. De nadruk zal dit jaar liggen op zelfbouw. Er zullen diverse NOV-projecten te zien zijn, zoals het bouwproject van deze winter, de loopantenne voor RX, die nog uitgebreid wordt met een sequencer, zodat deze ook in combinatie met een TX-antenne gebruikt kan worden. Getracht wordt een aantal bouwkits van deze loopantenne aan te bieden. Ja, en dat koopt natuurlijk. Dan hebben ze nog wat, wat CAT-interfaces voor diverse merken transceivers. Dan hebben ze nog een low-cost 0 tot 1500 MHz frequentie counter met behulp van de PC. En natuurlijk CTC en CTCSS en een ATV-projecten. Dat is dan aankomende 28 december. En het wordt gehouden in het buurthuis, het Grindhuis. Morelissenstraat in het Loo Oldebroek. En dat u hoort het al, Oldebroek. Dat betekent dat de bekende reparateur uit Oldebroek, Leo Duursma, daar ook aanwezig zal zijn. En eventueel kunnen kijken of hij kan meten aan uw apparatuur. Dit is PI4 VGZ Papa India 4 Victor Golf Zulu. Dan komen we aan het volgende, een expeditietje. Sorry. De komende dagen vindt de D-expeditie plaats van Sierra 79 Charlie, de Kutivi Islands. Dit zal de eerste activatie zijn van deze IOTA, AF-119. Dat als DXC-entiteit onder de Seychellen valt. Wat deze activatie nog bijzonder maakt, is dat een Nederlander deel uitmaakt van de crew. Het gaat om Ronald Papa Alpha 3 Echo Whisky Papa. De expeditie naar dit eiland is een bijzondere kostbare, omdat er 6 crewleden en de 300 kilo aan bagage op het eiland te krijgen, moet een privévliegtuig gehuurd worden. Het eiland is in gebruik als gevangenis en kent enkel een korte landingsbaan van 500 meter. Naast de HF-banden zal er activiteit zijn op de 6-meter-band. Hiervoor is een speciale vergunning gekregen. Mocht er tipproperaten zijn, dan met de juiste middelen zelfs vanuit Europa gewerkt met het eiland. De expeditie zal van 22 november, dus van vandaag, duren en
dat activiteit in ieder geval op CW, SSB en SDY op alle banden. Dit is PI4VRZ, Papa India 4, Victor Golf Zulu. Nou, dat was het nieuws voor vandaag. Want zoals je hoort, mijn stem is het niet echt helemaal 100%. Ik heb natuurlijk nog wel eventjes wat over Hobbyscope. Zoals je weet, het repeatersysteem, wat wij conversies noemen, breidt heel erg uit, maar ook op internet. Want op internet kun je tegenwoordig ook meekijken waar de stations zitten, wat de signalen zijn. Nou heeft René, PC7X, de geestesvader van de repeaterkaarten op internet, heeft heel wat coole dingen gemaakt. Sinds enige tijd verschijnen in de kaart call signs en tracks. Dat betekent, de betekenis en werking ervan wordt op het plaatje uitgelegd. De werking is eenvoudig. Ingelogde echolinkstations worden in de lijst rechts weergegeven met een echolink icoontje. APRS stations met PI2NOS of 430125 in hun APRS comment krijgen een wit icoontje. Bewegende APRS stations krijgen standaard een groene trek mee op de kaart. Bewegende APRS stations met PI2NOS of 430125 in hun comment krijgen een rode trek op hun kaart. De tracks verdwijnen als 15 minuten lang geen update wordt ontvangen. De trackhistorie wordt weergegeven van maximaal 1 uur. Overige APRS-stations worden niet weergegeven. Nou, dat is even iets over APRS-stations. Nou heb ik gehoord dat afgelopen week de Daily Minutes ook bekend heeft gemaakt dat er een soort van pijlsysteem op het ogenblik werkt op PI2NOS en dat dat ook te zien was op de livekaarten. Helaas moet ik het teleurstellen, dit is weer uitgezet. Waarom weet ik niet, maar heden morgen ben ik daar weer mee bezig geweest. En dat hele mooie kruisje wat je op je beeld krijgt als je meerdere peilingen kon maken onder meerdere stations, die is nu weer uitgeschakeld. Dus jammer, maar was een hele leuke gadget voor Hobbyscope, oftewel PI2NOS. Zo, heb ik toch nog eventjes aan elkaar geduld erover. Zoals u hoort, mijn stem is niet helemaal goed. Ik heb gisteravond een heerlijk feestje gehad. Lekker uit eten geweest. En dat betekent toch dat mijn stem een beetje te veel verheft heb. En niet helemaal goed is. Maar goed, ik probeer het gewoon op deze manier. Ik ga kijken voor e-mailers voor de grootste ronde. Papa India 4, Victor de Godfrey, luistert. Hello Mike Whiskey. PA 0 Mike Whiskey. Zijn er nog meer? Charlie voor de present. Ja, goeiedag Philip. PNOCC voor de presentie. Wie staat er onderdoor? Dit is Papa India 4, Victor de Gorosloer. Luister verder. Papa Alpha 3, Bravo, Whisky Kilo, presentielijst. Een goede middag Wilco. PA 3 BWK. Zijn er nog meer? Papa, Enkel 1, Hotel Alpha Uniform, sterkte met de stem en neem op tijd een slokje water. Ja, dat ben ik eigenlijk vergeten, hè. P1, Hotel Alpha Uniform, ook genoteerd en ik heb genoteerd Rigo PA3 BHP. Zijn er nog meer? PA3 TVP met een bonus P. Hey buurman, dat is weer een tijd geleden. Die staat genoteerd, Fred. Zijn er nog meer? PIP met een bonus P. Ik ga heel veel P'tjes neerzetten. Ofwel P1, PIP, presentie over. Het is PA3, brave Delta Delta, ja. Tot mijn spijt ook gevallen door een P, Beren. Ja, nou, het is niet anders, hè. Het is voor mij heel makkelijk, Bert. Ik noteer het allemaal nu nog. En na volgende week noteer ik het niet meer. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. En het is jammer dat het zo loopt. Maar tot mijn spijt ligt het niet op mijn pad om dat te doen. Omdat ik niet zou weten hoe ik die nieuwsgaring bij elkaar moet garen zoals jij dat doet. Hè.
Dus, maar hopelijk duikt er nog ergens iemand op. PA3 Bravo Delta Delta. Ja, maar ik weet één ding, weet ik zeker wat er gebeurt. Dat in ieder geval om 12 uur een QSO'tje onderling is, hè. Want iedereen gaat toch proberen om 12 uur bij elkaar te komen. Met of zonder rondeleider. En nou, de rondeleider die noteert nu alleen de calls. Nou, en dan gaan ze met elkaar QSO'en. Hoop ik tenminste. Maar goed. Ik ga eerst nog eventjes verder met het inmelden. Papa India 4, Victor Golf Zulu. Luister nog eventjes verder. Papa Alfa. Papa Kilo Bravo voor de presentielijst. Dat waren twee met een Bravo aan het eind. PA0 RKB heb ik gehoord. En PE1 PKB ook genoteerd. Allebei voor de presentielijst. Er zijn er nog meer. Ja, dan maak ik er ook een presentielijst van. Goedemiddag allemaal. Dit is PA0 WST. Goedendag Wim. PA0 WST ook genoteerd. Voor de presentielijst zijn er nog meer. Nee, blijf er stil. Dan ga ik gewoon naar de twee mensen toe die niet voor de beginselijst is. En dat is als eerste plaats onze Thijs terug in Hilversum. En dat is PA5 Tango Yankee Sierra van PI4 VGZ. Ja, dat gebeurt van alles, joh. Even kijken. Te veel bakjes aan. PA5 Tango Yankee Sierra. Oké, goedemiddag. Ja. Nou goed, 10 meter probleem, weet niet wat het is. Moet ik gaan onderzoeken. Dat is allemaal best. Dat het niet werkt met de beam. Oké, en voor de rest heb ik een digitale DV-apparaat wat stuk was weer geregeld. Ik heb allemaal oud videomateriaal wat ik eens op allemaal ga digitaliseren, want ik begin toch wel te begrijpen als een machine 25 jaar ermee ophoudt, dan wordt het een beetje lastig. Dan moet hij allemaal opnieuw zichtbaar te maken, die oude meut. Dus af en toe plaats ik gewoon op het YouTube-kanaal van mijn call, mijn PA5 Thijs inkloppen. Allerlei oud materiaal van vroeger, waar ik nog over Zend gebeuren en Jutbergen en wat was het allemaal, omgevallen torens en weet ik veel. Voordat de machine helemaal kapot gaat, maar even gauw digitaal in nullen en enen omzet en op in de cloud zet, op bij YouTube. Dus daarna mijn zegen. Als die machine echt stuk gaat, dan is het gewoon over. Dus ik heb gewoon PA66 van 97 kwam ik tegen. Ik denk, mooi, begin ik daar maar eens mee. Een heleboel staat ook op cel 73. Maar ja, dat is een particuliere handel. Dat gaat heel moeilijk en ingewikkeld. Daar heb ik weinig vertrouwen in. Dus ik zet het opnieuw op internet, Berend. Ga je gang. Ja. Ik heb PA66 heb ik al gekeken. En dat was toch een beetje nostalgie. Want dat is toch een van de eerste dingen die ik allemaal gedaan heb. Toen was ik nog geen radio... ik was nog net geen radiocentamateur. En ook nog de beurs in de Malle Jan. Dus dat is lang geleden, maar wel leuk om het weer te zien, Thijs. Wat ik eigenlijk nog leuker zou vinden, als die beelden van dat vliegtuig weer komen over. Ja, die moet ik allebei op. Dat gaat van alles mis, hoor ik. Dat staat ook op een of andere band. Die kom ik vanzelf tegen. Die ga gewoon keihard alles schijf keeperen en niet lopen zoeken. En dan zie ik al wat erop staat. Want als zo'n machine plat gaat, dan wordt het lastig. Dus dat moet ook ergens zijn. Komt allemaal vanzelf op het kanaal. U hoort het vanzelf als het zover is. Oké, Thijs, leuk. Leuk om te melden. Want we hebben natuurlijk ook het YouTube-kanaal van Jacques en het YouTube-kanaal van Thijs, de twee videomannen in Hilversum. Dus ja, het is best wel eens leuk om te kijken naar die oude beelden. Dan zie je hoe oud we worden. Ja, jammer is dat van ZE alles weggemieterd is. Want Jan had nog veel ouder materiaal, maar Jacques heeft er wel wat van. Maar ja, de boel is de erfgenaam in een container gekieperd. En dan hebben ze niks gezegd en toen was het weg. Dus die heren worden bedankt. Ja, nou, komt vanzelf allemaal voorbij, Berend. Ja. Ik heb het oudste wat ik heb kunnen vinden is een zwart-wit film nog van CTC. En 79. Een zwart-wit van de Vossenjacht. En ik denk, hé, dat bestaat dus ook nog. Dat heeft Theo Groeneberg toen gedaan.
Ja, op zijn kaken rond met een met een bos haar en zo. Maar dit is voor 1980, dat is echt oud. Ja, klopt. Die heb ik ook al gezien. Die staat volgens mij ook op CH73 al. Het staat er allemaal, maar CH73 is iets vaags. Als het omvalt, is het weg. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar goed, daar hebben we nog een keertje over. Ik ga snel even kijken of Jan nog wat extra's voor de ronde hebt. PA0 Mike Whisky. P4 VGZ. Ja, oké. Okay. P4 VGZ. PA0 Mike Whisky. Ja, ik maak me toch wel zorgen dat er een eind aan jouw ronde komt als ik het zo bekijk. Hè. Ik vind hier nog een... Ik heb gewoon een paar weken geleden gekregen een mededeling van Jacques. PA2JAC, dat jij ook een operator wil inwerken. Eventueel een wisseldienst of zo, hè. Ik weet niet of dat nog doorgaat. En ik hoor nu ook dat je waarschijnlijk van dit keer het laatste uitgezonden hebt. Ik dacht dat de volgende week het laatste aan de beurt was. Ik heb er 2 weken best wel mensen voor te vinden. Ik dacht tweede week dat het was, gedaan. Dat het een, toch een keer gelukt was. En toen bleek dat het nog misverstand ook was. Het is of de duvel ermee speelt, hè. Ja, ik wou even vragen of jij nog even wat mededelingen voor donderdag hebt die ik nog kan doen. Om het te behouden hoe dat allemaal gaat en zo. En of je zondag nog een keer uitkomt, dan wil ik dat ook wel weten natuurlijk, hè. En voor Thijs had ik maar even de vraag over die banden en zo, die uit de oudheid. Thijs, die heeft zijn bandje in de tijd gehad om dat op internet te zetten. En die heb ik nog steeds niet terug gehad. Ik wou vragen aan Thijs of nu even nakijken of hij een bandje zet met allemaal op een hele hoop opnames van Jan Hoekstra. Die we nog, heb ik weer teruggekregen toen van hem. Van diverse films ook en zo. En die wil ik toch wel weer terug hebben, omdat dat is toch wel leuk is om er toch eens een keer naar te kijken. Maar dan moet Thijs maar eens even kijken of hij dat toch kan vinden. Het was een doos waar alle onderwerpen die erin zaten, alle verhalen, die stonden op de doos. Dus ik zie het mijn belangstellende gemoed als je hem nog een keer terugvindt. Hè. Nou, ik hoop Thijs dat in ieder geval een vervolg krijgt, want het is toch een gemis. Als je op een gegeven moment zo rond aan gewend bent, dan is het toch een heel logische zaak dat er iemand het kan overnemen. Desnoods met inwerken van jou. Dus ik zou zeggen, wat kan ik er donderdag iets aan doen, of zal het in vergeefse moeite zijn? Ik heb er een hard hoofd in. Het is heel jammer eigenlijk hoor. Misschien dat het een gezelligheidsronde kan worden. Dat er tenminste iets van overblijft. Maar we zullen het toch missen als mededelingverzender. Dat is een ding wat overeind blijft staan. Goud microfoontje retour. PIVV gezet. PA, no, my quiz. Ja Jan, het is niet anders. Het is niet anders Jan. En ik vind het ook, aan de ene kant vind ik het heel erg jammer. Aan de andere kant, we moeten een keertje een punt en een paal stellen. En helaas heb ik dat besloten om dat op deze manier te doen. Volgende week, zondag, is de laatste ronde. Dat is dus 29 november. Dan is de laatste ronde die deze rondeleider doet. Vind ik nog een rondeleider? Nou, ik wil hem helemaal graag inwerken. Helemaal geen probleem. Ik wil best helpen met de nieuws te zoeken en alles. Dat is helemaal geen probleem. Ik heb daar natuurlijk in de jaren op een gemakje eigen systeempje voor bedacht. En dat is ook gewoon puur een eigen systeempje. Maar ja, nee, zoals het er nu uitziet, wordt het volgende week zondag de laatste Gooise ronde. Dan zullen er best wel onderling duwen zo zijn, maar dat ben ik wel. Goed, ga ik even luisteren of er nog vragen, opmerkingen of nieuwe inmelden zijn voor de Gooise ronde. PI4V gezet, luistert verder. PD0HOD. Papa Delta 0 Hotel Oscar Delta genoteerd. Er zijn er nog meer. Papa Echo 1, Papa Kniebeek Whisky met een P. Graag nogmaals, eventjes, want je fluttert een beetje over. Ja, dat kan kloppen. Papa Echo 1, Papa Kniebeek Whisky mobiel met een P. Ja, P1, PQW mobiel bereikbaar of met de porto. Ook genoteerd voor de P. Zijn er nog meer? Papa Delta 5. Golf Delta. Ja, papa Delta 5, Golf Delta. Welkom. Zijn er nog meer? Papa Alpha 4, Mike Sierra. Goeiedag, Berend. Met een P'tje alsjeblieft. Ja, goeiedag, Martin. PA 4, Mike Sierra. Genoteerd. Zijn er nog meer? Blijf het stil. Dat betekent dat ik ga zeggen... Dit is en was papa India 4, Victor de Gordeloen. Vereniging Jong van de VRZA, afdeling het Gooi.
Hopelijk wordt u dinsdagavond begroet natuurlijk met de jaarlijkse verkoping. Wat altijd weer een knaller is hier in het Gooi. Anders kom ik u volgende week zondag weer tegen. En natuurlijk niet te vergeten, aankomende donderdagavond tijdens de ronde van PI4 RCG. Want die blijft natuurlijk wel bestaan. Op de donderdagavond om 9 uur op 145.225 en 433.450 MHz. Dit is een Mars Papa, India 4. Victor Golfsalou sluit eruit. Dank u wel, Bert. Ben je nog hier, Ronald? Wil ik roepen? RKB. Volgens mij was gisteren Sauer op bezoek. Geen RKB. Het is toch wat. Thijs? Ja? Had jij nou begrepen wat ik er straks op 10 zei over je remote head van de IC7100? Dat je daar misschien instraling op zou kunnen hebben? Ja, zou kunnen. Ik moet hem even loskoppelen. Je hebt helemaal gelijk. Ga ik ook nog onderzoeken. Het is alleen als ik remote werk heb ik er last van. Dus ofwel met de ICOM zelf. Ik ga nog even prutsen. Maar ik kan ook die antenne van de Alenco dan overzetten op die ICOM. Want die zit nou op een beam en die past totaal niet aan. En dat zou het probleem kunnen zijn, want die is nu gepiekt op 28.3 of zo. En op 29.6 is die zwaarder op rood en dan gaat het dus mis. Nou, dan krijg je dus een heleboel terugwerking en dat komt via je coax binnen. Die coax gaat dan stralen en met gevolg dat pakt waarschijnlijk die ICOM op. Het zou kunnen zijn dat kabeltje eruit, kabeltje erin, dat dan het contact weer goed hersteld is. Want het leek erop, zo luisterde het althans, dat je gewoon RF-instraling had op je remote head en dat hij daarom dus zo raar gaat doen. Ik hoor dat ook wel eens bij mobiele stations die een remote head voor in de auto hebben zitten en de zender achterin. En die hebben daar dan een stukje katkabel tussen gedaan. Ja, dat is niet voldoende afgeschermd en dan krijg je ook dat soort reutels. Oh, lekker. Ja, ja. Nou goed, er zit inderdaad een internetverbinding aan, lange draden en zo. Ja. Nou, we gaan even prutsen. Komt goed. Ik kies weer van antenne overzet en als het probleem dan weg is, dan is het inderdaad in de straling. Daar klinkt het wel naar in ieder geval. Nou, doe je best. Dat was een hintje van mijn kant wat mij zo even te binnen schoot. En zo klonk het ook, hè. Dus het zou zomaar kunnen dat als je dus een slecht aangepaste antenne hebt, dat je gewoon een hoop RF terugkrijgt in de sec. En dan reageert dat ding dan op. Hey, succes van papa Alpha 8 Charlie. Doe, pa 5 Thijs, prutsen.